even dat karton eraf gehaald. Ik kan hem nog niet optimaal gebruiken, want... Dat we dat zo doen. Maar goed, ik... niks geen knuffelen. Je hebt niet heel goed zien de kleur. Het is anders op beeld dan dat het echt is. Nou, jullie hebben natuurlijk vorige week deel 1 gezien van een veel te lange weekvlog. Die ik in tweeën heb gehakt. Nu gaan jullie deel 2 zien. En ik wens jullie veel kijkplezier met dit tweede deel van de ellende dat keukenverbouwing heet. Goedemorgen. En het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag 12 mei. En ik zit weer braaf te wachten tot er misschien iemand komt voor de keuken. Ik hoor wel dat er herrie is in de straat. Dus ik denk dat er wel mensen zijn. Maar ik denk niet dat dat de monteurs zijn, eerlijk gezegd, die voor mij komen. Die moeten wel wat boren, maar niet zo als ik nu hoor dat het gaat. Die fase heb ik hier al gehad. Dus... ja, we gaan maar weer even wachten. En maar even zien hoe deze dag gaat verlopen. Oké, nou, net bij Kanaya gegeten. Dat is hier een soort sushi grill restaurant. Maar het is weer terug aan de arbeid. Even doekjes pakken. Doekje en een droge doek. En dan gaan we de keuken schoonmaken. Want er kunnen best wel al veel dingen in de kastjes. En dat scheelt dan weer hier in de woonkamer. Dus we gaan even poetsen. Dus ik heb de eerste emmer sop gemaakt in de keuken. Ja, kijk. Ik heb even dat karton eraf gehaald. Ik kan hem nog niet optimaal gebruiken, want het is hier nog niet gekit. Dus dat mag ook echt niet nat worden. Maar ja, ik heb dat maar even gewoon hier neergelegd. Leg ik later dan in die hoek. Dan kan ik deze muur gaan schilderen. We gaan eerst even de bovenkastjes schoonmaken. En ja, gaan we dat doen. Sometimes we act like a fool. Not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Oké, nou, zit er nog? Nou, het is redelijk, zijn de vingers er vanaf. Maar ja, de kastjes zijn schoon. Kijk hoe hoog ze nu ook zijn. Dit is met prutwater, dus ik heb hier de tegeltjes ook gedaan. Ja, en ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hiermee moet. Zolang ik ga schilderen, laat ik het nog even zitten. Maar ja, hier komt de koelkast en hier komt de vaatwasser. Dus dan trek ik het wel weg. Maar goed, ik moet ook echt dringend hier stofzuigen. Er liggen ook zoveel Yuki haren en zo. En het is zo ranzig, deze vloer. Dus eigenlijk moeten die er gewoon uit. Maar ja, ze zijn nog niet klaar. Kijk, zoals je hier ziet, het gat moet ook nog dicht. Die moet nog aangesloten in de meterkast. Afvoer van afzuigkap moet nog erop. Nou, dit zijn allemaal afwerklatjes en zo. Ja, dat is later zo. Dat kan ik zelf nog wel doen. Maar ja, nou, hij is schoon. Ik ga de borden erin zetten. Goedemorgen. Het is een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag 13 mei. Ja, zaterdag 13 mei. Ja, het is zaterdag 13 mei. En ik ben even... koffie aan het drinken en een shake aan het doen. En dan gaan we zo aan de slag met de muur verven. En Yuki denkt er anders over. Die denkt, we moeten knuffelen. Hier, we moeten knuffelen. Hier. Zowel altijd als ik mijn koffie drink en mijn shake doe, komt ze zo bij me liggen en dan wil ze knuffelen. Want normaal gesproken, door de week ging ik altijd, de afgelopen twee weken natuurlijk niet, ging ik dan... al snel moest ze dan weer in de bench en dan ging ik de kinderen halen. Dan ging ik Roze halen. En dan, ging ze dan even snel knuffelen. Ze wist dan gewoon van, ik moet het er nu even van nemen. Straks is ze weer weg. En dan heeft ze het weer druk. Ja, dus dat blijft ze doen. Het zit er al vanaf heel klein zit dat erin. Dat we dat zo doen. Maar goed, ik, niks geen knuffelen.
Ik moet schilderen. Ik moet de muur verven. Want dan kunnen de spullen weer terug in de keuken. Want het is makkelijker als het wat leger is nog om te schilderen. Gewoon veel meer ruimte. En ja, maar goed. Dat moet ik gaan doen. Ik ben nog een beetje moe, wakker. Het is nog vroeg. Maar we gaan het wel doen. Nou, voordat ik kan schilderen moet ik eerst even allemaal om dit opruimen. En ik zie ook nog dat hier nog schroefjes in zitten. Oh my god. Die heb ik helemaal niet gezien. Die moet ik ook nog even uithalen en even dicht smeren. Maar goed, ik ga eerst even dit allemaal aan die kant zetten. En dan is de muur vrij. Oké, nou, jullie kunnen het niet heel goed zien, de kleur. Het is anders op beeld dan dat het echt is. Ik kan het ook niet echt goed pakken. Maar ik moet dus dat bovenrandje nog. En dat is zo moeilijk altijd om dat mooi recht te krijgen. Zo'n mooie snedelijn. Ja, als het wit is, is het makkelijk, weet je. Dan is alles wit. Maar nu moet ik dus echt een mooi randje neer gaan zetten. Maar, och, och, och. Hieronder heb ik wel alles afgeplakt. Stopcontact heb ik afgeplakt. En hier... oh, jullie zien het niet heel goed. Maar hier zit een kier tussen. Dus daar kan ik wel netjes tegenaan schilderen. Hoop ik, anders moet ik het ook nog even af gaan plakken. En dan ja, door naar dit. Ik had niet verwacht zo ver te komen, dus ik ga dit ook nog even allemaal opruimen. Maar het gaat hartstikke snel. Het zit er ook eigenlijk met één laag, ziet het er ook alweer gewoon heel goed uit. Ik zie her en der nog wat plekjes, die kan ik bijwerken. Maar ja, so far so good. Oké, nou, nu staat allemaal nog zo. En als het goed is, gaan we het grootste gedeelte gaan we naar de keuken zetten. Yuki is heen en weer aan het lopen. Hi Yuki. Hallo. Ga je niet in de tuin? Kom maar. Kom, in de tuin. Yay. En zo hebben we het nu neergezet. Voor nu staat het even goed zo. Goedemorgen, het is al zondag 14 mei, moederdag. En ik kom eigenlijk alleen maar even de vlog afsluiten. Gisteren bij de voorstelling van Daniella geweest. En daarna een gezellig avondje met Michelle gehad. Dus dan ga je ook niet echt vloggen. Maar het huis begint weer een beetje, behalve dit dan, een huis te worden. Dus daar gaan we vandaag mee door, morgen mee door. Zodat dinsdag gewoon de kindjes weer hier kunnen zijn. Ook al hebben we niet de volledig functionerende keuken. Let's do this. Ja, minder lang dan vorige keer. Maar goed, dan is dit verhaal van deze week is af. Ik ga ook meteen door met editen voor de volgende week. Want die, ik heb wel minder gefilmd. Ik merkte ook gewoon heel erg dat ik het beetje zat was om de hele tijd te zeuren tegen de camera. En ja, ik ben vandaag weer begonnen met het een beetje op te pakken om gewoon weer normale vlogs te maken. En daar weer een leuke weekvlog van te maken zonder dat het alleen maar over keuken gaat. Ik zit er zelf ook een beetje depressief van. Dus, maar goed, alles op zijn tijd. Jullie hebben dit nu. Volgende week is er gewoon weer een normale weekvlog. Geen gezeur over de keuken. Ik probeer van de week nog even de restjes van het gezeur te plaatsen. Mocht ik tijd hebben. Het is natuurlijk altijd wel even een werkje om dat helemaal goed aan elkaar te editen. Zeker een weekvlog duurt altijd wat langer met editen dan een dagvlog bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, ik ga aan de slag. Ik ga dit nu editen voor jullie. Dit is even het begin en het einde moest ik natuurlijk extra maken. Want daar zat er natuurlijk niet aan vast. Maar goed, ik dank jullie wel voor het kijken naar deze tweede deel van de weekvlog. Vond je hem leuk? Vergeet een duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden op de abonneerknop. Voor nog meer vlogs en shoplogs. En wellicht op den duur ook wat andere soort video's. Want daar begin ik wel heel veel zin in te krijgen. Andere soort video's. Tips zijn welkom. Doei doei!